ADO zakt in. 11 spelers van ADO Den Haag op de eigen helft. Voorzet van Arias. Kans voor Luc de Jong. En daar is hij al. Na 4 minuten en 37 seconden staat PSV met 1-0 voor. Ook trefzeker in de laatste thuiswedstrijd. Toen het even duurde voordat PSV scoorde tegen Sparta. Nu is het dus heel snel raak. Goeie goal van Luc de Jong. Dat is wat zijn elftal nodig heeft. De Jong. Goed gecontroleerd. Aardig meegenomen ook. En twijfel en goal! Weer Luc de Jong. Als er twijfel is bij Nick Kuipers. En wat een vervelend begin voor hem bij zijn debuut voor ADO. Een nachtmerrie is het. De Jong. Goed paasje van Ginkel. Lozano. En een goede redding van Swinkels. Bergwijn. Hendricks. Vrije schietkans. Oh, dat is geen onaardige poging van Jorrit Hendricks. Oh, geen buitenspel hier. Lozano. Swinkels komt en is op tijd. Raakt geblesseerd aan zijn knie. Robert Swinkels speelde de bal, de keeper van ADO Den Haag. Arias. Meteen ook weer vertrokken. Aan het werk gezet door Van Ginkel. Bergwijn bij de tweede paal. Weggekopt door Immers. Omaan nog van Lozano. Knap overgetikt door Swinkels. Spectaculair. Ja, zo'n geel-groene paraplu is geen overbodige luxe. En zoals zo vaak de lange bal. Die nu doorschiet tot bij Becker. Geraldo Becker. Daar was Johnson. Daar is Johnson. Bal van de lijn gehaald. ADO dicht bij een doelpunt. Zoet is gezien hier. Via de kluts. Misschien wel via zijn arm. Bal niet in zijn geheel over de doellijn. Prachtig gered door Daniel Schwab. El Kayati. Becker. En een goede redding van Zoet. In een fase dat PSV het ontzettend moeilijk heeft. Immers kan het kopduel winnen van Hendricks. El Kayati. Geen vrije trap voor de topscorer van ADO. Bergwijn weggestuurd. Kuipers. Ja, Bergwijn is sneller. Kuipers maakt de overtreding. Ook dat nog. Ook dat nog. Strafschop voor PSV. Het houdt niet op voor Nick Kuipers. Maar Bergwijn... Hier in de mangel komt daar goed uit, is sneller en wordt van zijn voeten gelopen. Van Ginkel is bijzonder trefzeker de laatste tijd vanaf 11 meter, zo ook afgelopen woensdag tegen Groningen. Hoe gaat dat nu? Opnieuw heel rustig en 3-0. Gelukkig hier Bakker, De Jong, Ramselaar, goede steekpaas. En Lozano op weg naar de vierde. Swinkels redt weer. Gevaar is nog niet geweken. Van Ginkel op het dak van het doel. En weer is Swinkels aangeslagen. Dit gebeurde er dus. Een pijnlijke botsing door de rechter kicks van Lozano. Die daar toch ook niet echt lekker terecht komt. En dan moet noodgedwongen ook nog eens Robert Swinkels de strijd staken. ADO zorgt er in het eerste kwartier van de tweede helft in ieder geval voor dat het niet wordt zoekgespeeld en dat het niet nog veel meer doelpunten onder oren krijgt. Maar terugkomen in de wedstrijd zit er ook niet in. En nu is PSV gevaarlijk weg. Krijgt Lozano weer een grote kans. Maar redt Koremans. En is Koremans nog altijd niet gepasseerd in deze wedstrijd.
Maar andermaal laat Lozano de kans liggen om zijn 11e doelpunt van het seizoen te maken. Ramselaar. Bergwijn. Ramselaar buitenom als bliksemafleider. Bergwijn met het schot. Zo wordt de wedstrijd weer wat aantrekkelijker. Meijers. Het mag door hier van Kuipers. Paas van Valkenburg. Nu Geraldo Becker. Nou, als je dan toch nog iets wil in deze wedstrijd, als je ADO Den Haag bent, dan moet je een keer toeslaan als zo'n kans zich aandient. Onderschept door Jorrit Hendricks van Ginkel. Het was een overtreding van Meijers, maar scheidsrechter Björn Kuipers past de voordeelregel toe. Want hier gaat Lozano, dat is haker van Meissner. Die had al geel. En die gaat er dus nu vanaf met zijn tweede gele kaart. Rood voor de centrale verdediger van ADO. PSV wisselt. En Lozano wordt naar de kant gehaald. En hij lijkt niet echt gelukkig met die wissel. Begrijpelijk. Wel uiteraard met het feit dat zijn naam gescandeerd wordt. Met een korte uitleg erbij van Cocu. Bergwijn. Pereiro. Arias zoekt ruimte voor een voorzet. Oh, de keeper verkijkt zich op die bal. En dan gaat hij nog tegen de paal. Koremans misschien toch nog met de vingertoppen. En uiteindelijk de kopkans uit een hele lastige hoek voor Izimat Mirin. Geen doelpunten in de tweede helft. Daar zal Cocu niet over te spreken zijn. Want de ruststand is hetzelfde als de eindstand. PSV wint met 3-0 van ADO Den Haag.